De start is gevallen. Cocktail Fortuna doet natuurlijk mee aan het duel om de leiding. En hij is ook de snelste. Aan de buitenkant Amazing Boy, de andere Vos, die gaat met hem mee. En daartussenin wordt nu teruggenomen. En die gaat terug naar de reling Alexander Kelm met het full speed. Zo gaan de paarden de bocht in en de leiding. Oeh, daar gaat Cocktail Fortuna van de benen. Cocktail Fortuna overloopt zich daar tijdens de aanval van Amazing Boy. En gaat van de benen. Galop nummer 1, galop nummer 1. En is eruit. De favoriet van 1,10 euro is eruit. En de eerstvolgende op de coat stond 18 euro. Gaat dus een verrassing aankomen. Amazing Boy ligt vooraan. Amazing Boy op de tweede plaats zet full speed. En de derde plaats is voor Beat the Blue. Daarachter op plaats 4 in de achtervolging Eagle Bay Butcher. En die wordt gevolgd door Eurekana Dream. Dan Sir Beukerswijk. Daarachter gaat in de tweede spoor naar voren Bo Jewel. En achter Bo Jewel volgen dan nog twee paarden. QB Baldwin als laatste. En de voorlaatste plaats is voor Camillo Boko. Gigantische verrassing komt eraan. Kan niet anders, want alle paarden die nu nog lopen staan 18 euro of hoger. En de koploper is een van de minst gespeelde paarden, dat is Amazing Boy. Amazing Boy is inmiddels afgelost door Beat the Blue. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Beat the Blue vooraan, Amazing Boy tweede en daarachter het full speed. Allemaal outsiders en daarachter op plaats 4 is dan een kanspaard. Maar die stond ook net nog 34 euro. Eagle Bay Butcher en zo komen de paarden voor de tribune langs. Door het derde spoor nu een aanval van Camillo Boko. Eagle Bay Butcher gaat naar het tweede spoor. Dus moet Camillo Boko door het derde spoor verder. En iedereen gaat nu naar het tweede spoor. Ook door het derde spoor naar voren Bo Jewel. En zo gaan de paarden de rechte bocht in. Leiding nog altijd in handen van Beat the Blue. Amazing Boy daarachter. Daarachter gaat hij ook naar het tweede spoor. Dat is het full speed. Derde spoor voor Camillo Boko. Tweede spoor daarachter voor Eagle Bay Butcher. Krijgt een koers op maat. Maar dat kun je aan John de Leeuw wel overlaten. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Door het derde spoor nog altijd in de aanval Bo Jewel. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Met nog altijd Beat the Blue vooraan. Beat the Blue aan de buitenkant gaat Bo Jewel nu heel hard. Bo Jewel aan de buitenzijde komt naast de koploper. Maar dan wel in het derde spoor. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Beat the Blue, tweede spoor voor At Full Speed, derde spoor voor Bo Jewel. Vlak daarachter in de wachtkamer ligt Eagle Bay Butcher en die gaat nu zelfs naar het vierde spoor. John de Leeuw heeft de handen nog vol en zo zijn ze inmiddels halverwege de laatste bocht. En daar komt Eagle Bay Butcher aan de buitenzijde. Hij gaat proberen de paarden te passeren, maar Beat the Blue wacht daar niet op. Die slaat op de vlucht. Beat the Blue is als eerste in de laatste rechte lijn. Beat the Blue is daar en heeft nog altijd een lengte, heeft twee lengten. Aan de buitenzijde komt Bo Jewel, daar komt daarachter ook At Full Speed. En aan de buitenzijde Eagle Bay Butcher, maar die zet nog niet echt door. Daar komt wel aan de buitenzijde opzetten. Niels Jongejans met QB Baldwin. Daar komt Niels aan de buitenzijde. En hij komt eraan gevlogen en hij is er langs. QB Baldwin wint. Beat the Blue 2. Eagle Bay Butcher 3.